Mijn naam is Bert Philipsen. Ik heb vandaag mede een bijdrage geleverd aan Blij met Sensoren in de Wei. We zijn al jaren bezig met grasland, maar eigenlijk wordt de productie niet echt veel beter. En ik denk omdat dat onder andere is omdat we te weinig weten en registreren van ons grasland. En met de mogelijkheden van precisielandbouw zie je eigenlijk dat er heel veel binnen handbereik komt te liggen. En vandaag vanuit het project als Amazing Grazing, Precisielandbouw 2.0, samen met Van Hal Larenstein, hebben we eigenlijk gezegd een programma waarin we graag laten zien wat weten we nu echt vanuit het onderzoek. Wat meten we nu al in de praktijk en wat kunnen we al doen? En vervolgens wat adviseren we nu echt in de praktijk waar ondernemers, loonwerkers vandaag, maar vooral ook morgen hun voordeel mee kunnen doen. Ik heb laten zien vanmiddag dat ik de ambitie heb dat we eigenlijk van melkproductieregistratie, melkcontrole naar grasproductieregistratie zouden moeten of zouden willen. Grascontrole, dat we een ambitie hebben in gras-maïssignaal, een soort adviessysteem voor de toekomst waar alles van ruwvoermanagement bij elkaar komt, om dat beter te benutten en meer van ons land af te kunnen halen en meer binnen bedrijfsniveau aan ruwvoer te kunnen benutten. Daar hebben we vandaag over gehad. Unieke bijeenkomst, veel nieuwe kennis, goede belangstelling en ik zou zeggen, kijk de rest van de filmpjes om te zien of de presentaties wat er vandaag besproken is. Want één ding is wel heel duidelijk, dit is de toekomst en hiermee zal de toekomst ook veranderen op het melkveebedrijf. Niet alleen de koe, maar juist gecombineerd met het ruwvoer, gras en mais. Veel plezier en inspiratie. Nou ja, het meten van grasland gaat dus over opbrengsten meten. En opbrengsten meten, dat doe je om grasopbrengsten te voorspellen voor je graslandplanning. Maar dat is heel erg arbeidsintensief. We zoeken nu naar methoden om dat veel gemakkelijker te maken. Dus we kijken nu of het meten met reflectiebeelden, met sensoren die reflecties van het gewas meten, of we daar nu veel simpeler, in veel minder tijd, een goede voorspelling kunnen geven van de werkelijke opbrengst in het veld. En reflectiemetingen, dat kun je doen met een drone of met de satelliet zelfs. De satellietbeelden zijn beschikbaar, worden ook steeds beter. De resoluties worden steeds kleiner, dus ook steeds bruikbaarder voor een boerenbedrijf. En het blijkt dus dat de reflectiemetingen een goede correlatie hebben met de werkelijke opbrengst in het veld. Die we vaststellen in een maaiproef op drie locaties. En het is zo dat de per snede een goede relatie wordt gevonden. En het is nog even zoeken naar welke biomassa-index de beste relatie geeft. En hoe de relatie tijdens het groeiseizoen verandert. Met andere woorden, hoe houdbaar is de eiklijn die je vaststelt tussen de reflectiemeting en de droge stofopbrengst. Pasture is een apparaat dat grashoogte en dichtheid meet door middel van ultrasoongeluid. De sensor gooit er een geluid uit, deze ontvangt die weer en hierdoor kunnen wij de opbrengst bepalen. Wij zetten de IB in voor gewascans. In de akkerbouw, melkveehouderij of bosbouw. We meten onder andere met de IB de biomassa, de vastgelegde stikstof in de biomassa en de stikstofbehoefte in de biomassa. Aan de hand van deze beelden kunnen wij taalkaarten maken. Die kunnen we overleggen met een teeltadviseur of met een melkveehouder of akkerbouw. En van hieruit kan het plaatsspecifiek, als de loonwerker een machinestapper heeft, plaatsspecifiek mest toegediend worden door middel van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. We tegenwoordig met reflecties kunnen we biomassa goed kwantificeren. Dus de opkomst van het gewas, hoeveel er staat, hoeveel gras er staat. En het belangrijke is dat we dat kunnen kwantificeren, want iedereen weet het wel wanneer de bladeren naar bomen komen. Maar als je kunt kwantificeren, dan kun je het ene jaar met andere vergelijken. Dan kun je de invloeden van weer, van klimaat, van boerenbeheer, kun je alles meenemen. En het is eigenlijk net zoiets als 300 jaar geleden meneer Celsius, die verzond toen de temperatuur. En toen dacht iedereen ook, ja maar ik weet wel wanneer het vriest, daar heb ik echt geen thermometer voor nodig. Maar als je nu kijkt, overal zit temperatuur en weersgegevens zitten overal in. Iedereen weet het ook, iedereen wil het ook weten. En ik denk dat
Met deze technieken, en dat zijn niet alleen satellieten, maar dat zijn ook drones en veldmetingen, dingen op trekkers. Die zullen dat de biomassa allemaal kwantificeren. En net zoals meneer Celsius in het begin al wat aanloopproblemen had, omdat het overal verschillend werd gemeten en je dus niet dezelfde metingen kreeg, dan moest je standaardiseren. Dat moeten we dus nu ook nog doen. Maar daar zijn we al mee bezig en dat zal allemaal nog wel wat duren. Maar uiteindelijk zal het die groenindexen, die vegetatieindexen, zullen net zo'n wezenlijk onderdeel worden van het boerenbeheer als temperatuur. Ik denk dat de belangrijkste sensoren zijn je eigen sensoren. Dat is gewoon kijken en voelen en wat zie je zelf in het land. En dan heb je toch de vakkennis voor nodig. En ik zou zeggen, heb je sensoren nodig, heb je wat anders nodig? Ik denk, waar een wil is een weg. Dus soms zelfs met beperkte middelen kun je al heel wat stappen halen in je ruwvoermanagement. Als je er zelf maar de verschillen ziet en wilt zien en er wat mee gaat doen. De N-sensor is al een apparaat dat al 17 jaar draait. Heel veel ervaring in de akkerbouw, dus akkerbouwmatig in alle gewassen, vooral ook in granen is hier heel goed. Aardappelen doet hier goed in. We zijn nu bezig met het gras om het daar verder in te ontwikkelen. Er zijn nu twee eiklijnen, de eiklijn uit Groot-Brittannië die voldoet voor het Engels rijgras. En we hebben er eentje uit Scandinavië die vooral op het Timotee gericht is. Daar is een goede eiklijn voor. Dus dan kunnen we juiste metingen maken. Metingen direct van de N-sensor kunnen we ook een bemesting direct uitvoeren. Dus dat is allemaal mogelijk. Dus we zijn nu in ontwikkeling. Dus het gaat steeds verder. Daarnaast hebben we een hele leuke app ontwikkeld. Dus de app, de Krasen app, die op basis van 25 jaar bemestingproeven van het NMI. Kun je bepalen van wat het ruwe eiwitgehalte gaat worden in je gras, dat je droge stofopbrengst wordt en welke bemesting je dan toe moet passen. Dus dat is in ieder geval een hele mooie app die je gratis kunt downloaden. Nou ja, sensoren zijn eigenlijk gewoon maar apparaatjes die dingen meten. En eigenlijk begint het daar gewoon mee. Dus meten is weten. En of je daar dan straks een moderne sensor voor gebruikt of nu nog gewoon grondanalyses, naarmate je meet. En of het dan opbrengst is, of niet van de bodem, of de kwaliteit van het gewas. Dat helpt je weer als informatielaag om de volgende stap beter te doen. Dus eigenlijk is sensoren niks anders dan meten. En op basis van die meetwaardes kennis opdoen om de volgende stap weer beter te doen. En dat doe je bij de koe. En eigenlijk doe je dat in het gras precies hetzelfde. En de sensor is alleen een leuke, dat je namelijk nu aan de geo gekoppeld, dat je eigenlijk die ruimtelijke verdeling over het veld zo'n mooie beeld krijgt. Dat wordt denk ik wel de toekomst, zeg maar, omdat die variatie in beeld, daar kun je dan prachtig op gaan sturen.